De rechtbank heeft de dader van een drievoudige moord in september vorig jaar in Veghel veroordeeld tot 10 jaar celstraf en behandeling in een TBS-kliniek. De jongen was 17 toen hij zijn zusje, moeder en oma ombracht. De lichamen werden gevonden nadat een familielid de politie had gewaarschuwd. In Veghel werd verbijsterd gereageerd. De jongen zou na het overlijden van zijn vader het spoor bijster zijn geraakt. En op de redactie staat verslaggever Tony Vossen. Tony, we weten weinig van deze zaak, mochten er niet bij, achter gesloten deuren, omdat deze jongen toen nog 17 was. Wat weet jij inmiddels? Nou, inmiddels weten we dat die jongen destijds met zelfmoordneigingen rondliep en hij was heel bang dat zijn familie hem daarvan zou weerhouden. En dat is de reden geweest dat hij eerst zijn zusje omgebracht heeft. Op haar eigen kamer heeft hij haar gewurgd. Daarna is hij beneden gegaan waar zijn moeder en zijn oma zaten. En die heeft hij heel hard met een halter op hun hoofd geslagen. Dat heeft hij verschillende keren gedaan. Hij heeft zelfs nog gevochten met zijn oma. En hij heeft ze opnieuw geslagen om er zeker van te zijn dat ze ook werkelijk dood waren. Toen is hij nog eens een keer terug gaan kijken naar zijn zusje. Die bleek licht te ademen. En vervolgens heeft hij haar nogmaals gewurgd, nog een keer gewurgd. Uiteindelijk heeft hij alle bloedvlekken weggewassen en is hij naar familie gegaan alsof er niets gebeurd was. Dat is natuurlijk een vreselijk verhaal, Tony. Deze jongen was 17, minderjarig, en toch heeft de rechter besloten om hem als een volwassene te berechten. Waarom? Nou, dat is gebeurd omdat als hij volgens het jeugdstrafrecht was berecht, dan was de straf veel lager uitgevallen. En daarvoor, zei de rechtbank, is deze daad veel te ernstig. Tony Vos vanaf de redactie, dankjewel.